Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zijn wat hoge wolkenvelden boven het westen van Nederland zichtbaar. In de rest van het land is de lucht al wolkenvrij. Die wolkenvelden trekken via het noordwesten weg richting de Noordzee. En daarna krijgen we op steeds meer plaatsen stralend zonnig weer. Temperaturen lopen dan snel op. Vanmiddag wordt het zo rond 25 graden op de Waddeneilanden, 28 in het midden, lokaal 30 graden in het zuiden van het land. Daarbij weinig wind uit het zuidoosten. Op de stranden is er kans op een zeewindje. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam weer. De zon gaat natuurlijk al wel vroeg onder, want we zitten niet meer halverwege juli. En dit hele bijzondere warme weer, dat doen we morgen en overmorgen nog eventjes over. Het wordt zelfs nog warmer, want ook in het noorden gaat de temperatuur in de buurt van de 30 graden komen. In het zuiden zelfs lokaal 32 graden mogelijk. Daarbij zowel morgen als woensdag volop zonneschijn, hooguit wat sluierwolken. Donderdag verwachten we later op de dag wat meer bewolking, heel misschien in de avonduren een bui, maar temperaturen nog steeds hoog. En vanaf vrijdag gaat de temperatuur dan naar beneden. En zaterdag, als we vrij zijn, is het 20 graden of koeler. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza, wens u veel sterkte met deze hitte.